Hallo, vandaag ga ik iets heel bijzonders doen. Het is namelijk 1,5 jaar geleden, november 2020, was het toen ik deel 3 van de Scheepjes Crochet Along filmde. Ik sprak daar heel uitgebreid over tijdsdruk en over ruimte geven voor jezelf en dergelijke. En nu is het maart, bijna april 2022, 1,5 jaar later. Er zijn heel wat upgrades gekomen. Nieuwe camera, mooie setup voor de online handwerkclub. En in de tussentijd zijn er heel veel projecten de revue gepasseerd. Maar het project in deze tas bleef lange tijd liggen. Hele lange tijd liggen. En sinds dat ik hier aan gewerkt heb, ben ik nooit meer begonnen aan een crochet along of knit along. Omdat ik zo teleurgesteld in mezelf was en hoe ik deze crochet along heb laten liggen. Maar laatst was ik mijn studio op aan het ruimen. Ik heb heel veel gedoneerd. En ik kwam ook mijn gigantische bak vol met garen voor de scheepjes knit along van 2020 tegen. Ik heb alles wat ik wilde bewaren in deze zak gedaan. In deze project bag gedaan. En er blijft niet zo heel veel over. Ik heb één bol roze. Kleur Lelystad. Oh ja. En ik heb één onaf dekentje. En met deze bol ga ik dit afmaken. Dit is een volle bol, dus er flink nog wel wat garen. Maar ik heb besloten om de crochet along niet helemaal af te maken. Ik heb alle andere grote bollen die ik over had, en dat waren echt heel erg veel, heb ik allemaal gedoneerd. Volgens mij ligt er misschien nog een lila bol ergens hier, die ik van een ander project wilde bewaren. Maar de rest is nu allemaal weg. En ik ga dit dekentje ga ik afmaken. Momenteel is het een semi-rond deken. En ik ga even bekijken hoe ik dit mooi ga maken. En ik ga hem gewoon als ronddeek afmaken totdat dit garen op is. Dus ik pak zo meteen mijn haaknaald. Ik haak even een rondje om de gaatjes enigszins op te vullen. En daarna ga ik denk ik gewoon in stokjes verder totdat het garen op is. En dan heb ik gewoon een heel mooi ronddekentje. Het wordt dan een veel kleiner deken. Het wordt meer een matje om op te zitten. Maar ik ga hier wel vol zelfvertrouwen mee in de slag. En ik weet heel zeker dat ik het stukje ontevreden over dit project los ga laten. Zodra dat ik dit op mijn eigen manier heb afgerond. Dus, ik ga zo meteen de online handwerkclub filmen. Aflevering 107. Dan weet je ongeveer waar we zijn. En dan ga ik tijdens de uitzending uitzoeken wat ik precies moet doen om de gaten op te vullen. Want je hebt zeg maar dit zo. Dit moet dan opgevuld worden. Dat gaat helemaal goed komen. Maak ik me totaal niet druk om. Ja, en dat ga ik doen. Dus, wellicht tot vanavond als het gaat opvullen gelukt is. En anders tot een volgende keer als ik hier weer mee aan de slag ga. Hey, hi, hallo. Iedere keer als ik de camera aanzet, zei dat nou voor deze, voor deze video of voor de maandvlog of wat dan ook. Als Annabelle in de camera is, komt ze meteen hoi zeggen. Dus, hi. Ik ben weer bezig met mijn scheepjes crochet along. Ik heb nu 2-3 toeren gebreid. Nee, dat is niet waar. Ik heb 1 toer gebreid en ben nu met de 2e toer bezig. Wacht, even markeren waar ik ben, zodat ik niet alles eruit trek. Ik was gebleven bij de toer waarbij je het bloemetje afmaakt. Dat kun je hier heel goed zien. Een blomke. Wacht, zo zie je het beste. Dus ik had deze donkerroze. Deze zat er al in. En dan ben ik nu dus met lila overheen gegaan. Wat ik vorige keer zei was dat ik even moest uitvogelen hoe ik alles weer dezelfde hoogte kreeg. Dus hier heb ik 3 dubbele stokjes. Ja, 3 dubbele stokjes gehaakt. Hier heb ik een handvol enkele, of ja, normale stokjes. Hier gewoon allemaal vaste. En dan hier weer bij het bloemetje heb ik even afgekeken wat ik daar weer gedaan had. En dat waren dus stokjes. Dus 3 stokjes hierin. 3 stokjes, 3 steken los. En dan weer 3 stokjes hierin. En zo verder. Ik heb hem nu zo goed als recht. En ik ben doorgegaan met roze. Dus hij trekt in principe niet meer. Hij ligt vrijwel recht. En als ik hem, als het echt
warm is buiten, want het is verschrikkelijk weer nu. Als het echt zomer is buiten, dan ga ik hem blokken in de tuin. Als ik dit nu binnen ga blokken, dan is hij over een week nog nat. Dus dan ga ik hem helemaal recht blokken. Maar nu ben ik doorgegaan met de lichtroze of de zalmkleur, weet ik niet. Ik noem het lichtroze. En ik ga eigenlijk gewoon in stokjes de hele rand langs. En ik doe telkens stokje en dan een losse. Zodat hij niet te strak gaat trekken of om gaat buigen. Omdat je natuurlijk als je een rij losse of een rij stokjes, één op één op de rij stokjes ervoor doet, dan gaat hij op een gegeven moment bol trekken. Dus overal zit één losse tussen, zodat hij plat blijft. Nou vind ik dat er nog wel een streepje lila mag. Maar mijn brein is koppig en denkt, kunnen we er nog iets interessants van maken? Dus nu ben ik eigenlijk een beetje tegelijk met het haken en bedenken, hoe kan ik dit interessant maken als ik zo meteen nog een tour lila wil doen? Dus ja, eigenlijk slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Ik ben lang blij dat ik het project heb opgepakt. Ik wil mezelf nu niet in de problemen werken door het te moeilijk voor mezelf te maken. Maar ik ga zo meteen nog eens heel even kijken naar het originele patroon. Wellicht zie ik daar nog iets interessants waar ik iets mee kan. Ah ja, iets wat ik ook aan het doen ben. Ik heb dit nooit aan iemand gevraagd. Maar als je hier zo het stokje ziet. Oeh, ik ben even heel erg blij met mijn camera. Als je hier zo het stokje ziet. Dan zie je daar. Dat die. Dat zalmkleurige is zeg maar in het stokje gegaan. Ik zal het hier even laten zien. Ik maak mijn stokje en ik kan helemaal eronder gaan. En hem helemaal vastmaken. Dan zie je dus daaronder, daar zie je dus niks meer, terwijl dat je daar nog één touwtje ziet. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Ik heb nooit gevraagd hoe dat het hoort. Maar ik laat het meestal afhangen van de soort garen waar ik mee werk. Dus acryl is niet een heel erg opvullend garen, moet ik zeggen. Het blijft meestal een beetje plattig. Wol zet zich uit na een poosje. En acryl doet dat dus niet, in mijn ervaring. Dus ik haak nu in de steek eigenlijk. Nou, eigenlijk niet, want in de steek zou echt daarin zijn. Dat doe ik niet. Dus ik weet niet hoe dat zit. Hoe doe jij dat? Als je deze video hebt gevonden, want hij gaat best verstopt worden denk ik op de kanaal, dan ben ik heel erg nieuwsgierig naar hoe jij dat doet. Haak je dan om dat losse stukje heen? Ja, het is niet een losse stukje. Door de steek? Ik weet niet hoe we dat noemen. Goed, ik ga mijn rondje zalm afmaken. En terwijl ik hier aan werk, moet ik eigenlijk wel af en toe terugdenken aan toen ik het audioboek luisterde. Dus toen ik eraan begon, of nee, nog eerder. Deze crochet along zit gelinkt aan een audioboek. Het audioboek ga ik heel eventjes hier zo in het scherm laten zien. Want ik weet niet meer zeker hoe die heet. Maar ik heb hem toen geluisterd. En op een gegeven moment had ik niet helemaal in het project. Ik werd er echt zo reinig van. Dus heb ik dat aan de kant gelegd. Maar heb ik wel het audioboek afgeluisterd. En nu heb ik heel veel spijt dat ik dus nu Audible gebruik in plaats van Storytel. Want anders had ik mijn boek kunnen bewaren. En hem nu nog een keer kunnen luisteren. Want het is een heel mooi en heel... het verhaal raakt heel erg. Dus dat is iets wat ik dan wel dankzij dit project heb leren waarderen. Audioboeken aan zich. En specifiek dat audioboek, ook al kom ik nu even niet op de naam. Maar het is wel gewoon een heel mooi en waardevol audioboek. Goed, ik moet nog even de was ophangen voordat ik soms in ga koken. Dus ik haak deze toer even af. En dan ben ik er weer vandoor. En dan ga ik even bedenken hoe ik de volgende toer aan ga kleden. Het is dinsdag 19 april en ik heb zojuist
mijn kaal crochet along heb ik eigenlijk best wel afgemaakt. Laten we een kijkje nemen. Groter dan dit hoeft die van mij niet. Je kunt hele mooie details zien. Zoals de vlinders, zoals de bijen. Die zijn allemaal hier in dit lapje terug te zien, zeg maar. En ik heb er dan nog een paar rijen omheen gedaan om hem enigszins rond te maken. En nu is het tijd om al deze overgebleven draadjes weg te werken. Dus, ga maar mee. Er wordt bij ons verderop in de straat aan de straat gewerkt. Dus als je van alles nog wat hoort, dat hoor je dus. Ik heb een schaar en een stopnaald erbij gepakt. Ik heb ook even een jasje aangetrokken, want het is iets te fris in de schaduw. In de zon is het echt prachtig, maar in de schaduw is het net iets te fris. En ik was vergeten dat ik afgelopen weekend, gisteren, eerste paasdag, heb ik het gras gemaaid. Dus natuurlijk zit mijn crochet long nu helemaal onder het gras. Ik heb wel het gras opgeruimd hoor, maar meestal blijven er toch wat stukjes zitten. En Annabel is met de rest van het gras dat er nog ligt aan het spelen. Dus als ze zo meteen in de aanval gaat, dan hoor je dat vanzelf. Het is leuk om dit project op een eigen wijze af te ronden. Ik heb er alles eerder een beetje over verteld in de eerdere video's dat... ik dankzij dit project leerde dat een crochet along, en wellicht dus ook een knit along, gewoon niet voor mij is. Handwerken is iets wat ik echt vanuit mijn willen doe. Ik kies ervoor om aan projecten te beginnen omdat ik er dolverliefd op ben. En heb meestal ook een functie in gedachten voor zulke projecten. En nog een deken, daar had ik eigenlijk helemaal geen functie voor. Ik begon dit project ook echt als experiment voor mezelf. Om eens te bekijken hoe een crochet along voor mij zou werken. Hoe ik hiermee aan de slag zou gaan. Hoe lang het mijn interesse zou vasthouden. Hoe ik het zou vinden om in een appgroep of in een Facebookgroep te zitten. Waarbij dan mensen hun project laten zien. Dus dat was het experiment eigenlijk en het was ook een uitdaging voor mezelf om dit vast te gaan leggen. En op beide vlaktes heb ik gewoon heel veel aan dit project gehad, dus ik ben het project wel dankbaar. Ook al is het niet uiteindelijk een groot deken geworden, ben ik het wel dankbaar. Ik hou niet van projecten die ik maak om het maken. Ik hou echt van projecten die ergens naartoe gaan. En wat het eindresultaat betrof bij dit project... zat ik er gewoon niet met mijn hele hart in. Het was wel heel erg gaaf. Het ziet er ook nog steeds prachtig uit. Het hele project aan zich is prachtig. Maar ik zat er gewoon niet met mijn hele hart in. En dat is prima. Het is prima dat ik dit heel erg lang los heb gelaten. Het is prima dat ik het nu oppak en op een eigen wijze afmaak. Het is gewoon voor mij één grote leerweg geweest in waar ik behoefte aan heb als ik handwerk. En wat ik niet hoef te doen voor mijn plezier, omdat het heel veel tijd en energie nodig heeft. En ik mijn tijd en energie dan niet aan wil geven. Je hebt altijd een keuze in dit soort dingen. Ik ben sowieso niet van de trends en zo, dus ik ga sowieso niet zo gauw mee in een trend. En een crochet long of een knit long is vaak een trend. Dat is gebaseerd op waar de mensen op dat moment van houden, wat zij fijn vinden. Wat een trend is. Dus ik ga er sowieso nooit echt in mee. Dus dat zal ik ook niet snel nog een keer doen. Maar ja, ik heb wel hele toffe dingen hier vandaan gehaald. Behalve kennis en inzicht in mezelf. Heb ik de liefde voor audioboeken herontdekt. Ik luister nu dagelijks audioboeken. En het kwam echt door het audioboek dat bij dit project hoort. Dat ik een abonnement weer heb afgesloten en dat ik er weer mee aan de slag ben gegaan. Toen ik dit weer oppakte een paar weken geleden, toen dacht ik ook, oh, ik wil eigenlijk gewoon meteen dat audioboek ook luisteren. Want het was gewoon een heel indrukwekkend audioboek. Dus mijn liefde voor audioboeken is weer nieuw leven ingeblazen. Dus daar ben ik echt ontzettend gelukkig mee.
Dus die liefde voor audioboeken, daar ben ik gewoon heel erg blij mee dat dat weer teruggekomen is. Ik heb mijn eigen creativiteit ruimte gegeven om met die laatste paar toeren te spelen. Om de gaten die er ontstaan waren, om die op te vullen. Heb ik mijn kennis gebruikt over haaksteken. Dus dat zijn ook gewoon twee dingen waar ik heel erg gelukkig mee ben. Ik heb dus eigenlijk nog twee grote bollen liggen. Want ik heb hier nou met allebei die bollen twee toeren gedaan. Ja. Ik had nog twee hele bollen, dus die heb ik nog steeds. Dus ik ga even kijken welk project ik daarmee ga maken. Ik denk een eenvoudige sjaal voor iemand die wol niet fijn vindt. Of ik geef ze aan iemand anders die eens wil experimenteren met handwerken. Ik hou niet heel veel van overgebleven handwerkspullen. Dus dat er nu eigenlijk twee vrijwel volle bollen boven liggen nog, dat vind ik eigenlijk niet fijn. Dus ik dacht heel lang, oh, ik ga deze video nooit deze maand nog online krijgen, want ik moet die twee bollen nog opmaken. Nou ja, dan weten we dus allebei dat dat dus niet klopt. Maar dat is wel voor mij één taak om dat te accepteren en om dat los te laten. Maar dat is nu inmiddels wel gelukt. Ik vind het helemaal niet meer zo erg dat die bollen er liggen. Ik weet dat ik ze een keertje ga gebruiken of aan iemand anders kan geven. Dus dat is dan wat het is. Dus dat is een ding waar ik nog tegengekomen ben. En als ik strakjes al deze kleine stukjes weg heb gewerkt. Dan hou ik dus in. Ik ga het geen deken noemen. Ik vind het eerder een. Ja, kussenhoes is ook niet het juiste woord. Want ik heb maar één kant. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik het ga noemen. Ik vind in ieder geval wel. Prachtig kleurrijk. Ik vind de kleuren van dit pakket nog steeds heel erg mooi. Dus dat vind ik allemaal nog steeds heel erg leuk. En ik ga er vast een plekje voor vinden. Niet in huis waarschijnlijk. Maar als ik ga wandelen of zo. Dan kan ik het wel meenemen om mijn billen warm te houden op de koude bankjes. Hey, hoi. We zijn aan het einde gekomen van een video die 2,5 tot 2 jaar op zich liep wachten. Video nummer 4 in de Scheepjes Crochet Along van 2020. De eerste video zet ik op september 2020. Ergens zet ik hem online. En nu, april 2022, even goed nadenken, sluit ik dit hoofdstuk af met een prachtige, ik durf het geen deken te noemen, want hij is een beetje te klein om een deken te noemen. Zit tekentje. Ik kan me zo voorstellen dat ik naar een festival toe ga van de zomer. En dat ik dit meeneem om op te zitten. En dat ik er dan heel fleurig en gezellig bij zit. Dus ik noem het gewoon festival dekentje. Ik heb een festival matje. Ik heb een festival matje ervan gemaakt. En ik ben er heel erg blij mee. Ik ben er gewoon heel gelukkig mee. Want het is gewoon hartstikke mooi geworden. Ik heb hele toffe dingen geleerd. Maar wat ik vooral geleerd heb, is dat ik nooit meer mee zal doen aan een crochet along of een knit along. Want dat is veel te stressvol en dat haalt al mijn plezier in handwerken weg. Ik heb een prachtig festivalmatje. Laat ze nog even een kijkje nemen. En dan neem ik dan afscheid. Ik vond het zo gezellig dat jij deze video tot het eind hebt afgekeken. Het is maar een hele korte video vergeleken met die eerste drie. Maar dit zo afronden, dit project afronden voornamelijk. En deze videoreeks afronden voelt toch wel gewoon als iets fijns. Ik was net de oude video's terug aan het kijken op mijn oude camera. Ik had een andere haarkleur, een andere stijl. Ik deed mijn make-up heel anders. Toevallig heb ik vandaag helemaal geen make-up op. Maar daar gaat het niet om. Wat er kan veranderen in 1,5 jaar tijd, zeg. Jeetje. Maar in ieder geval, ik heb een mooi project. Ik heb een leuke tijd gehad. Ik vond het heel erg leuk om dit vast te leggen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Normaal, als ik nou het crochet along, knit along leven fantastisch vond, zou ik zeggen, welke crochet along moet ik nu gaan doen? En dan konden jullie daarop antwoorden.
hieronder in de berichtjes. Maar dat ga ik niet doen. Dus een andere vraag voor deze keer. Mijn vraag is, in welk project ben jij vol goede moed begonnen, maar heb je nooit kunnen afmaken? En motiveert deze video jou misschien om hem toch af te ronden, al zei je het op een totaal andere manier? Laat me weten hieronder. En dan zie ik jou volgende week weer voor een nieuwe video. En sowieso woensdagavond bij de Online Handwerkclub. Dankjewel voor het kijken. Doei!